Yo, de gasten, en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Miljoenenjacht. Het is vandaag aflevering 12 en we gaan vandaag twee koffers openmaken en ik ben vandaag jarig. Ik neem deze video op vrijdag op, dus vandaar dat ik misschien nog niet zo extreem blij ben. Maar op het moment dat jij dit kijkt, de grootste kans dat jij dit op zaterdag kijkt, ben ik jarig. Dus hey, duimpje voor dat zou heel erg leuk zijn. Dat zou ik echt heel erg waarderen. We gaan eventjes kijken welke comments de vorige aflevering de topcomments zijn geworden. Ja, hier onderbreek ik mezelf eventjes. Want bij YouTube is het namelijk zo dat niet altijd de topcomment tevoorschijn komt. Dus als ik op een willekeurig moment een video ga opnemen, kan het zijn dat de topcomment die daar bovenaan staat niet daadwerkelijk het meest is geliked. Het is een soort van glitch van YouTube. Want zoals je hier ziet, Sander Veldkamp die stuurde mij een tweet met een comment die hij had gepost op die video. De vorige aflevering. Pogba heeft rug nummer 6, bla 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 bla. 857 duimpjes omhoog. Daar kwam ik pas achter toen ik deze video had opgenomen. Sander, sorry daarvoor, maar het is even niet anders. Maar je krijgt wel een eervolle vermelding. De eerste is van Ties. Het is niet de echte Ties. Het is gewoon een neppert. Die zegt, doe maar koffer 25, omdat Roelie dat zo graag wil. Ik zei inderdaad, neem eens eventjes wat hogere koffers, want die blijven allemaal over. Niet omdat ik dat per se wil, maar goed. We gaan wel die koffer openmaken. De tweede topcomment ging eigenlijk ook over koffer 25. Dus bij de koffer die we na de wedstrijd openen, is dat eigenlijk de derde topcomment. Je snapt het wel. Maar goed, ik praat veel te lang door. Deze koffer geeft ons het volgende. Woe! 100.000 coins. Oh, dat is ziek chill. Daar kunnen we heel veel mee. We mogen weliswaar maar twee spelers daarvan kopen. Als we naar het team gaan kijken, zien we dat het eigenlijk al heel goed is. Ik heb weer twee items gekocht, niet spelers. Ik had genoeg coins voor één speler en de andere speler, ja, die kon eigenlijk verwaarloosd worden. Dus wat doen we dan? We voegen gewoon een manager toe, dat hebben we nog niet. Welke ziet er leuk uit? Hier, een Spaanse League manager. Is prima, helemaal mooi. De andere speler, dat is dus wel een speler die we gaan toevoegen, ja, je voelt het wel een beetje aankomen, is een linksbuiten. Ik schrok er eigenlijk van dat hij zo ontzettend goedkoop was, want hij past perfect in het team. Het is niemand minder dan Neymar. Ja. 93.000 coins past precies binnen ons budget. We hadden nog zelfs wat over, maar goed, het team is nu al zo goed. De laagste speler is op dit moment Varane. Die zouden we kunnen upgraden. Moeten we alleen even kijken hoe we dat gaan doen, want er is niet echt heel veel ruimte voor. Maar je weet het maar nooit, je weet het maar nooit. En misschien kunnen we zelfs een keertje gaan kijken naar een tweede team voor Miljoenenjacht. Omdat we natuurlijk straks divisie 1 moeten gaan winnen. En dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat dat gaat lukken. We hebben een tegenstander gevonden voor de aflevering van vandaag. Lekker teampie. Ik zie wat Juventus-spelers, wat Arsenal-spelers en wat Paris Saint-Germain-spelers. Met Ibra daar nog bij. Keurig teampje, niks op aan te merken. Nou, het team kan eigenlijk al niet meer slecht spelen. Zoveel goede spelers hebben we op dit moment. Het enige wat natuurlijk ook altijd kan, is dat FIFA weer moeilijk doet. Daar heb ik de laatste paar video's al last van. Met Poker FIFA had ik er ook last van. Dat het gewoon net even allemaal iets anders gaat dan dat je wilt. Huppakee, Iniesta is er door. En, kappen. Schieten. Oh, deed het moeilijk. Iniesta er overheen. Keurige bal. Di Maria zou er in principe eerder moeten zijn. En Suarez. Ja, die is er natuurlijk als de kippen bij. Lekker bezig, Luis. Nou, in dit geval had mijn tegenstander dus ook een beetje last van dat het niet allemaal zo goed werkte. Want hij paaste die bal terug en de aanname van de keeper was echt dramatisch. Maar goed, wij staan 0-1 voor en ik klaag natuurlijk niet. Maar sowieso niet klagen, want het is mijn verjaardag vandaag. Voor de mensen die dat willen weten, ik ben 22 geworden. Zo oud alweer. Inderdaad, 22. Het is allemaal wat. Als mensen van 11 dit kijken, ik was jouw leeftijd toen jij nog niet geboren was. Toen ik geboren werd, was de Tweede Wereldoorlog net voor... Nee, dat is ook weer overdreven. Ah, buitenspel. Het was een hele mooie aanval geweest die ook nog zat. Maar buitenspel. Gavier. Jazeker, Gavier. Oh, wat ben je toch een smikkelbeest. We gaan zelf gewoon op avontuur met Snetti uithalen. Met zijn weak foot, natuurlijk. Hij moet ook wel scoren bij een verjaardag. Het is mijn favoriete speler. Ik weet niet of jullie dat nu nog net zien. Ja, hier. Daar. Hangt boven mijn bed. Ja, tuurlijk moet hij scoren. Nou. Iniesta, roulette. Oh, zoek gespeeld op Luis Suarez. Aannemen. Goeie redding van Buffon hoor. Modric, kunnen we een lekker schotje met jou lossen? Ah, tegen de billies van iemand. Ik weet niet wie. Oh, tegen mijn eigen billies. Luis Suarez, terug. Oh, dit team. Hiermee gaan we divisie 1 gewoon winnen hoor. Hiermee gaan we divisie 1 gewoon winnen. Het klikt zo ontzettend goed. Luis Suarez is on fire. Iniesta, Modric, roulette. Ja, en dan... Oh, ik wil het eigenlijk te mooi doen. Maar goed, we staan ook al 3-0 voor, hè. Het kan allemaal niet... Het kan niet leuker worden vandaag. Het enige wat deze dag nog leuker kan maken, is dat we iets leuks uit die tweede cover van deze aflevering krijgen. Diepteballetje. Neymar. Gaan we de keeper gewoon... Oh, nee. Damn it.
wilde een trucje doen om de keeper uit te spelen, maar dat is deze FIFA natuurlijk lastig. Ik hoop dat je dat volgende FIFA wel hebt. In het echt, ik bedoel, ondanks dat het Buffon is, zou het in het echt gewoon ook moeten kunnen. Dat je Buffon even lekker met een trucje het bos in stuurt. Vroeger kon je altijd easy zo'n balrol langs de keeper doen. Maar dat heb je nu dus ook niet meer. Wat ik jammer vind, want op het moment dat je dat A durft, B goed timed, zou je dat dan ook gewoon moeten kunnen doen. Zou je beloond voor moeten worden, dat je zoveel lef hebt. En door op Luis. Luis, terug op Iniesta. Iniesta, op Di Maria. Ah, wil ik het weer te mooi doen. Ik had ook gewoon kunnen schieten in één keer met Iniesta. Goed, hey. Alleen maar mooie doelpuntjes scoren, toch? Ja, we zijn flink aan het domineren. Modric, kalm aan, Balrol langs de ene verdediger, advanced, hielvlek langs de andere verdediger, op het goal afstomen, afmaken en zorgen dat mijn tegenstander rage quit. Ja, die goal was ook vernederend. Kunnen die heel eventjes in de herhaling zien alsjeblieft? Nee, niet eens, hij staat er niet bij. Nou, dan moet je de video maar even terugspoelen. Het was echt, die skill boost die ik gebruikte, ik wil die natuurlijk arrogant overkomen of opscheppen nu, maar die skill boost die ik gebruikte, die waren echt perfect getimed, echt perfect. Balrolletje, hoepakee. Heel flikkie, hoepakee. Afmaken, hoepakee. 0 tegen 4 en een race quit. Hey, we gaan kijken naar wat de volgende cover is die wij gaan openen. De volgende comment is van Jeremy CSGO. En zoals ik al zei, het is eigenlijk de derde meest gelikte comment. Want de tweede die had hetzelfde nummer als de eerste. En hij zei, je hebt Neymar nodig. Want die heeft een perfect link met Suarez. Nou, hij heeft eigenlijk een hele goede link. En we hebben Neymar al. Dus hey, duipie. Met Suarez en Roberto Carlos. Dus doe cover 22. Want Neymars nummer is 11 bij Barca. En Neymar is twee keer zo goed. Die is inderdaad twee keer zo goed, hebben we net gezien. Als de linksbuiten die je nu hebt. Dus 11 maal 2 is 22. Jeremy, je wordt ontzettend bedankt voor jouw comment. Neymar hebben we nu al. Dus dat is echt duimpje waardig. Helemaal perfect. Maar we gaan wel koffertje nummer 22 openmaken. Er zit in deze koffer niks minder dan 22 packs. Ai! Ja, koffer 22. 22 packs. Zoals jullie weten is één pakketje 150 FIFA points. Het team of the week dat er nu is volgens mij is ziek goed. Ja, inderdaad. Holy damn. Oh, blonde Messi met zijn blonde lokken. En Bill en Bakka en Di Maria, die we wel in het team hebben, maar op een andere positie. We mogen 22 pakketjes ter waarde van 150 FIFA points openen. We kunnen dat dus ook transformeren in andere pakketten, maar dan moeten die er wel zijn. Gold packs, promo packs, er zijn er 700 FIFA points packs. We mogen dus voor 22, dus dat is 22,5, we mogen voor 3300 FIFA points packs openen. Ik zeg, we ronden het af naar boven, dat zijn 5 mega packs. Dat is helemaal geen verkeerd verjaardagscadeautje, jongens. Daar ben ik heel erg tevreden mee, dankjewel. Oeh, en het is de eerste. Valbuena, nee. Ja, hebben we niet zo aan. Bakambu is heel goed. Vergeet vooral niet een comment achter te laten voor de koffers voor de volgende aflevering. We gaan er weer twee openmaken, omdat ik daar zin in heb. Dit zijn de koffers die op dit moment nog over zijn. Schermpje, zie je nu. Ja, alle koffers gezien. Kunnen we door? Ja, oké, volgende pakketje. Pakketje nummer 2 dan. Promo packs, ja. Hey, normaal gesproken zou ik hier mijn geld niet aan uitgeven, zo aan het einde van FIFA. Maar er zijn gewoon lekkere spelers die we nu nog kunnen packen. Zoals een non-rare keeper of zo, weet je wel. Vlaag en Bruma. De dreamteam in je verdediging. Pakketje nummer 3. Het zijn er 20, maar het zijn 35k pakketjes. Je zou toch wel verwachten dat je in ieder geval in eentje van die 5 iets leuks zou moeten krijgen. Bas Dost. Nou, als ik Mattie was geweest, had ik het leuk gevonden. Maar mij boeit het echt helemaal geen ster. En een silver pack. Oh jee, word ik blij van. Nou, trouwens, ik heb een keer een Team of the Season uit een gratis silver pakketje gekregen. Alleen nu ben je niet zoveel geluk. Pack nummer 4. Geen versterkingen voor het team tot nu toe. Het is ook lastig. Maar zoals ik zei, misschien is het een leuk idee om een soort van tweede team te maken. Dat gaan we wel nodig hebben tijdens die Divisie 1 run. Hier heel veel rare spelers in. Dus dat is goed idee. Daar word ik vrolijk van. Beter dan al die rare contracten. En dan dat laatste pakketje voor de aflevering. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Wordt ontzettend gewaardeerd. Ik hoop dat jij een fijne dag hebt. Ik hoop dat ik een fijne dag heb. Ik geef vanavond een feestje. Mattie komt, Robbie komt, Koentje komt. Andere YouTubers komen. Gaat heel erg gezellig worden. Maak er allemaal een hele mooie dag van. Je wordt bedankt voor het kijken. Een like zou super awesome zijn. Vergeet geen cover te commenten voor de volgende aflevering. Je kan me volgen op Snapchat, @RaoulJoshua. Op Instagram, @RaoulJoshua. Of op Twitter, @RaoulJoshua/@FCRuli. We krijgen Pirlo, dat is wel een legend in onze pack. Ik word bedankt voor het kijken en ik check jullie later. Joejoe!